Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Iedere dinsdagavond met Roeland Stekelenburg, maar die zit vandaag bij Ajax. Ajax vond hij belangrijker dan Topnames. Nou, we gunnen hem natuurlijk dat pleziertje al daar. Maar hier aanwezig is wel Joran Iedema. Joran, je bent van Dime. Wat doet Dime? Wij maken een bankkoppeling met onze gebruikers. En dan geven ze eigenlijk meteen een heel helder overzicht van hun financiën. Bijvoorbeeld van hun vaste lasten en abonnementen. En dan kunnen gebruikers met één klik abonnementen opzeggen. Of bijvoorbeeld overstappen naar een andere provider. Of een lagere prijs krijgen voor een abonnement. Dus eigenlijk al die acties maken we met één klik mogelijk. En waarom ben je dit gaan doen? Ja, we hebben eerder een onderneming gehad met hetzelfde team. In 2013 zijn we CycleSwap begonnen. Dat is een online fietsverhuurbedrijf. Daar kon je eigenlijk online heel makkelijk een fiets huren van of een lokaal medebewoner, zoals alle Airbnb, of van een fietsverhuur. Dat ging heel goed. Dat hebben we uiteindelijk verkocht aan een Amerikaanse partij. En toen zijn we met hetzelfde team gewoon wekelijks weer samengekomen om te kijken van wat kunnen we hierna nog oprichten. Ja. En toen heeft uiteindelijk, is het een beetje uit voortgekomen dat een van mijn medeoprichters had een sportschoolabonnement. Dat hij 6 maanden liet lopen zonder dat hij wist dat hij dat überhaupt nog had. Toen kwam hij daar ineens achter en toen dacht hij van, hier moet iets mee gedaan kunnen worden. En toen kwam hij daar ook toevallig achter dat PSD2, de nieuwe wetgeving, het mogelijk maakt om eigenlijk een koppeling te maken met mensen betaalrekening. En daar is uiteindelijk Dime een beetje uit voortgevloeid. Nou, de raar is een beetje hiervan, hè? Want steeds als dat in het nieuws komt, dan wordt het eigenlijk gesuggereerd van iedereen mag wat zeg maar, met je data. Terwijl ik steeds inderdaad heb gezien van, ja, maar de kracht is toch ook juist dat iemand iets met mijn data kan, als ik toestemming geef. Ja. Want zo heb ik altijd iets, als ik naar Waterstones ga en ik koop tijdschriften, dan denk ik iedere keer weer, het is toch gek voor woorden, dat ik dat zelf, dat ding weer moet gaan inscannen en dan in mijn boekhouding moet gaan invoeren, terwijl alles wat ik bij Waterstones absoluut, koop, ja. Valt onder een bepaalde categorie. Zeg maar. Ja. Dus je kunt er ook veel aan hebben aan die koppelingen. Dus bedenken is één ding. Wat kwamen jullie tegen? Wat maakte het moeilijk om dit te realiseren? Nou, ten eerste dat je dus echt een vergunning nodig hebt van de Nederlandse bank. We zijn nu denk ik zo'n 1,5, bijna 2 jaar geleden hiermee begonnen. En toen dachten we echt nog van nou, die vergunning die vraag je even aan, die heb je dan over 6 maanden. Nu zijn we 1,5 jaar verder en zijn we een stuk verder in het vergunningsproces. Maar dan kom je wel achter dat het hebben van een financiële instelling, wat wij nu eigenlijk worden, dat daar toch best wel veel bij komt kijken. Dus dat was wel een van de grote dingen die je dan tegenkomt. Ja. Zijn er momenten geweest toen je hierin moest gaan, die route in moest gaan, dat je dacht van moeten we dit wel doen? Nooit moeten we dit wel doen, want ik vind het ontzettend leuk ondernemen. En technologie, daar krijg ik echt heel veel energie van. Dus ik heb nooit gedacht moeten we dit wel doen. Maar er zijn zeker momenten geweest dat we het pittig hadden. Dat het echt wel lastig was als team. We zaten ook eerst bij het Science Park. Zaten we echt in van die containerkantoren. Ja, ja, ken ik, ja. Dus dan werkten we vaak tot laat. En dan regende het buiten. En dan moest je door de regen buiten langs naar de wc, weet je. En als ik dan zo door de regen liep, dan kwam je aan bij die wc, was die deur al op slot. Ik heb wel een paar van die momenten gehad dat ik dacht, oké, dit is zwaar. Maar ja. Het blijft leuk. Dat vind ik ook juist wel weer leuk. Hey, maar dus nog eventjes om het even iets concreet te maken. Dus zoals je zei, iemand is bijvoorbeeld lid van de sportschool. Heeft een Dropbox-account. Heeft allemaal van dat soort terugkerende dagen die je vergeet. Want daar gaat het eigenlijk ook vaak over. Hè? Je weet zelf eigenlijk niet meer precies wat heb ik nu al, waar heb ik allemaal ja tegen gezegd. Wat moet ik als gebruiker ervoor doen om dat overzicht te krijgen als ik Dime heb gedownload? Ja. Nee, je maakt dus die bankkoppeling. Ons algoritme leest dan je transactiedata en dan herkennen wij al die abonnementen. Dus daar geef je een heel helder overzicht van. Dus dan heb je eigenlijk al meteen het idee van wauw, Basic Fit, betaal ik daar nog voor? Dus dan heb je bij sommige abonnementen dus het idee van dit wil ik helemaal niet. Dan kan je klikken op opzeggen. Dat regelen wij dan vervolgens helemaal voor je. En tegelijkertijd zijn er gewoon vaste lasten zoals je verzekering, je energiecontract. Dat soort dingen die je wel wil houden, maar waar je gewoon best wel veel geld op kan besparen. En dat geven wij dan ook aan. Van hey, je betaalt meer dan de gemiddelde Nederlander voor Ziggo. Daar kunnen we iets aan doen en dan gaan we je daarmee helpen. En hoe herkennen jullie dat aan het terugkerende in mijn bankrekening, zeg maar? Als iets elke maand op de derde wordt afgeschreven, dan weten jullie... Ja, dus daar hebben we nu echt een slim algoritme voor geschreven, wat ook gebruik wordt voor machine learning. En dan kunnen we echt zeggen van, inderdaad maken groepen van transacties en dan zeggen van, dit is een abonnement, dit is geen abonnement.
En die groepen hebben we dan. Vervolgens koppelen we die aan de bedrijven. Want dan weten we ook van, hey, dit is een abonnement bij Basic Fit. Dat is ook nog wel lastig om te doen, maar daar zijn we nu best wel goed in geworden. En daardoor kunnen wij het dan mogelijk maken om dingen ook meteen op te zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik vind, dit klinkt fantastisch. Ik hoop eigenlijk dat de vraag, dat voor mij, dat jullie dat stukje ook kunnen. Want ik ben iemand die heel veel, ik heb heel veel internationale abonnementen. En die gaan allemaal via mijn creditcard. Ja. Kunnen jullie dat ook uitlezen? Ja, absoluut, ja. Dus op dit moment bijvoorbeeld in Nederland geeft ING een creditcard uit. Dus die kan je dan gewoon via je ING-koppeling binnenhalen. En ICS, dat is bijvoorbeeld echt een creditcard-uitgever, die heeft nu ook gewoon API's. Dus die kunnen ook via PSD2, kunnen we die creditcards aansluiten. Ja, maar dat valt ook dat is bij mij namelijk het onduidelijkste stukje, als ik heel eerlijk ben. Dat het creditcards... Binnen die wetgeving. Ja, dat was voor ons ook best wel lang nog onduidelijk. En nu zien we gewoon dat al die partijen wel API's hebben. Dus dat het wel mogelijk is om die te koppelen. Ja. Dus dat is voor ons wel fijn, ja. Wat merken jullie, wat heb je geleerd van je klanten? Het idee van jullie was één ding en dat het een probleem oplost, geloof ik zeker. Maar doorgaans is het zo, als je dan in de praktijk aan de slag gaat, leer je dingen van je klanten die je niet van tevoren bedacht had. Wat heb jij geleerd? Nou, we hebben geleerd dat die bankkoppeling maken, dat vinden mensen nog wel spannend. Dus dan moet je wel echt goed uitleggen van, wat is de service die je ervoor terugkrijgt eigenlijk? Dat is belangrijk, dat ze gewoon duidelijk weten waarvoor je het gebruikt. En we hebben op een gegeven moment ook wel echt gezegd van, wij gaan nooit data verkopen aan derde partijen. Dat zal nooit ons businessmodel worden. En dat communiceren, dat is wel belangrijk geweest. Daardoor durven mensen wel die koppeling te maken. Ja. Dus dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. Dat die privacy issues nu wel echt heel, heel belangrijk zijn. Waar verdienen jullie wel geld aan? Ja, op dit moment dus als iemand een contract opzegt, kost nu nog geld. En als iemand overstapt, dan verdienen wij dezelfde fee per provider van die nieuwe provider waar ze heen gaan. En uiteindelijk willen we ook wel naar een premium account. Zodat je bijvoorbeeld in één account echt persoonlijk financieel advies krijgt. Dat je kan chatten als je een probleem hebt met een aankoop. Dat wij daar garantie op geven. Dat soort dingen moet je dan echt aan denken. En dat je daar dan een maandelijkse fee voor betaalt. Ja. En wat vinden de mensen, als ik het zo hoor, zijn eigenlijk twee belangrijke componenten. Eén is inzicht in al die dingen die je soms gewoon vergeet dat je ze aan het uitgeven bent. En als je er overzicht van krijgt, dat je denkt van, nou, wil ik dit nog wel? Heb ik nog wel geld over? Ik weet nu zeker, ik heb pas weer een keertje Apple Music genomen, wat ik iets wilde luisteren. Ja. Dan moet ik Apple Music nemen. En ik ben daarna ook weer vergeten op te zeggen. Dus daar denk ik nu zelf aan, maar dat zou ik zeggen. Dat inzicht krijg ik van jullie. Dat is de ene kant. De andere kant zijn jullie eigenlijk ook heel erg een vergelijker, hoor ik je zeggen. Dus als het gaat over verzekeringen of het gaat over energie, dat jullie gaan kijken van, is dit wel voor jou de beste oplossing? Ja. Wat vinden mensen, wat vinden je gebruikers het meest waardevol op laatste? Wat wij van onze gebruikers terugkrijgen, is dat ons type gebruiker wil eigenlijk gewoon die bankkoppeling maken en dat wij het dan voor ze regelen. Het zijn niet per se de mensen die zelf op allemaal websites gaan uitzoeken van, oh, ik ga nu even mijn energiecontract wisselen en nu even mijn verzekeringscontract bekijken of dat het beste is. Dus ik denk dat onze gebruikers eerder een soort financiële assistent willen, die ze vertrouwen, waarvan ze denken van, jullie zorgen gewoon dat ik steeds de beste prijs krijg en regel het maar helemaal voor me. Dus ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe willen. Dat wij het echt helemaal uit handen nemen. Dat jij gewoon zeker weet, ik betaal de beste prijs. Ja, wat dat schets is. Hoe zou Dime er in de toekomst over 5 jaar zeg maar uitzien? Uiteindelijk willen wij... Kijk, heel veel mensen die zitten nu, zijn dagelijks al met hun financiën bezig. Eigenlijk in een bank-app. Een bank-app heeft best wel stilgestaan eigenlijk de laatste 15 jaar. Uiteindelijk willen wij wel die bank-app veel beter maken met dit soort functionaliteiten, dus dat je ook gewoon je contracten kan regelen, dat je echt inzicht krijgt waar gaat mijn geld naar heen, dat je ziet waar je garantie nog op hebt, wat voor producten heb ik gekocht. Dus echt veel meer kunt met die app. En uiteindelijk zien wij onszelf dus wel die bank-app vervangen in de active use die nu heeft. Dus wij willen echt een veel betere versie daarvan worden, die heel anders is. Maar die het dus mogelijk maakt om bij welke bank je ook zit, gewoon bij Dime eigenlijk al je financiën te regelen. Ja. Heb je de... En jullie, je vorige start-up zei die dat ging goed, hebben jullie verkocht. Ja. Dit bedrijf, stappen jullie hier ook in met het doel verkopen? Is het jullie doel een exit als je ermee begint?
Nee, niet per se. Nee, nu zou ik wel echt een stap verder willen. Dus je weet nooit hoe het gaat, maar uiteindelijk misschien wel de beurs op. Of in ieder geval echt voor lange termijn met Dimetroxone. Ja. Hoe hebben jullie je bedrijf gefinancierd? In de eerste instantie hebben we gewoon een jaar allemaal zonder salaris gewerkt en er zelf geld in gestopt. Mm-hmm. Toen hebben we investering gekregen van de ex-CEO van ING Retail, Hans van der Noorda. En een klein studenteninvesteringsfonds, ASIF. En we hebben nu een seed series ronde net afgesloten met onder andere Peak Capital en Innovatiefonds Noord-Holland. En dat was van €600.000. Oh ja. Dus daarmee kunnen we echt de volgende stap bereiken eigenlijk. Dat we willen neerzetten. Richten jullie nu op Nederland? Of zijn jullie een internationale club? We hebben echt altijd wel een internationale, in ieder geval Europese visie gehad. Maar nu de eerste 14 maanden willen we eerst zorgen dat het gewoon goed werkt in Nederland. Met Nederlandse banken en Nederlandse consumenten. En daarna willen we echt verder gaan kijken. Waarschijnlijk een volgende financieringsronde ophalen. En dan in heel Europa actief worden. Ja. Het mooie is van die PSD2 licentie waar we ons nu voor onze aanvraag voor hebben ingediend. Dat is een Europees paspoort. Dus daarmee mag je eigenlijk alle Europese markten gewoon bedienen in het Verenigd Koninkrijk. Dus in principe hebben we, alles is heel schaalbaar, alle technologieën die we bouwen. En we mogen qua wetgeving ook gewoon in alle Europese landen Openen. Ja, wat Johan Schaaf vraagt op Twitter, hij zegt de PSD2 wetgeving is volgens mij in alle Europese landen anders geïmplementeerd. Kijk, in ieder geval in alle Europese landen moeten die banken die API's hebben. En in sommige landen gaat het wat minder snel. Dus in Duitsland bijvoorbeeld hebben nog niet alle banken die API's helemaal klaar. Je hebt daar ook echt een stuk of 2000 banken. Dus de wetgeving is overal hetzelfde. Hoe die exact geïmplementeerd wordt, zal nog wel verschillen. Maar het blijft wel zo dat wij wel in al die markten actief mogen zijn. Ja. Dus stel de Duitse markt, kijk, op het moment dat de Duitse markt er klaar voor is, kun je die dan wel meteen betreden. Het is niet zo dat een andere partij daar al een voorsprong kan halen. Nee. Wat wij de enige regelmaat horen van partijen die of internationaal aan het opereren zijn of internationaal geopereerd hebben, want dat komt ook wel eens voor. Je hoort heel vaak van dat lijkt eigenlijk zo eenvoudig, maar alleen al door de cultuurverschillen is het heel, heel complex. Ja. En Duitsland is daar een mooi voorbeeld van. Nee, zeker. Ik denk ook dat je dat absoluut niet moet onderschatten, hoor. En daarom zijn we nu ook wel heel blij dat we een partij als Peak Capital aan boord hebben. Want zij hebben gewoon met meerdere bedrijven precies dat gedaan. Vanuit Nederland, dan Frankrijk, Duitsland, UK betreden. En ik denk absoluut, het is niet alleen maar een kwestie van even je website vertalen en dan ben je er. Ik denk dat er ook heel veel startups die fout al hebben gemaakt, omdat zeg maar te makkelijk op te vatten. Mm-hmm. Dus dat doen we absoluut niet. Maar tegelijkertijd is denk ik het probleem dat we oplossen, speelt zich in heel Europa af. Want alle consumenten hebben te weinig overzicht en hun vaste lasten vooral, kunnen veel geld besparen. En de technologie kan je vrij makkelijk naar het buitenland verspreiden. Dus hoe komen jullie aan je klanten? Op dit moment krijgen we via social kanaal best wel veel klanten binnen. Wat wij betalen nu voor een download ligt echt heel laag, is minder dan €1. En dat is voor personal finance apps erg weinig. En dat is waarschijnlijk omdat we mensen het probleem van niet weten wat voor abonnementen ze hebben, dat gewoon heel sterk leeft bij mensen. Dus als we ze dan eigenlijk laten zien in een Facebook-ad van hey, wij kunnen je vertellen wat voor abonnementen je hebt, hebben mensen meteen iets van, oh, wauw, ik heb geen idee, dus laat maar zien. Je raakt meteen een snaar. Ja, dat hebben we wel ontdekt, dat we daar wel echt een snaar mee raken. Ze recent ook bijvoorbeeld een rapport van het Nibud gepubliceerd. Daar blijkt dat iets van 60% van de Nederlanders gewoon letterlijk geen idee heeft waar ze allemaal voor betalen qua abonnementen. En dat merk je dus ook aan de praktijk. Mensen klikken er meteen op als ze die value proposition te zien krijgen. Ja. Ik zag bij jullie ergens staan dat volgens jullie, naar schatting, zeg maar mensen €500 besparen. Ja. Als ze jullie gaan gebruiken, hè? Omdat ze dat geld ten onrechte uitgeven, zeg maar. Wat zijn dat de dingen die ik nu noem? Van ik heb een keertje een Apple Music account genomen, ik ben het al vergeten. Of, die heb ik ook zeker lopen, hoor, de sportschool waar ik niet naartoe ga. Ja. Uh,
En of dan denk ik, ja, dan moet ik weer. Of is het dat mensen het niet weten? Is het dat het te veel gedoe is om het op te zeggen? Welke elementen spelen daar een rol? Nee, ik denk dat er. Want eigenlijk zijn dat een beetje inderdaad de vervelende dingetjes. Die Apple Music die je nog hebt lopen. Maar dat is uiteindelijk van jouw maandelijkse budget niet het grootste deel. Dat zijn toch je energie, je verzekering en je telecomcontract. En daar kunnen we je uiteindelijk het meest op laten besparen. Omdat. Ja, die partijen die laten gewoon, als je al heel lang klant bent, laten ze jouw tarief gewoon op een soort hoog niveau staan. Terwijl als je elk jaar bijvoorbeeld overstapt van energiemaatschappij. Ontrouw wordt beloond, hè? Ja, dat is wel zo. Dan krijg je gewoon een welkomstbonus van €250 en nog €100 korting. Dus ja, en veel mensen vinden dat vervelend. Maar als dat met een druk op de knop kan, dan wordt het voor veel mensen al iets van, ja, oké, nou, als ik verder helemaal niks voor hoef te doen, wordt dan makkelijk. En dan kan je dus echt dit soort bedragen gaan besparen per jaar. Maar welke rol spelen jullie dan? Spelen jullie een actieve rol? Krijg ik een notificatie, een mailtje, wat dan ook? Als jullie, weten jullie ook dat mijn contract, zeg maar? Nou kijk, wij kunnen dus bijvoorbeeld met je energiecontract kunnen wij best wel ver terug in je betalingen. Dus we zien eigenlijk al van hoeveel betaal je per jaar. En dan kunnen we daar een inschatting van maken. Als we dan nog bijvoorbeeld aan jou je postcode vragen, je huisnummer, dan weten we waar je woont, wat voor soort woning dat is. En dan zien we van, oh, jij betaalt eigenlijk te veel, dus jij zou minder kunnen betalen. En daar komen mensen ook voor in onze app, om te laten zien van, hey, wat ik nu doe met mijn geld, klopt dat? Kan ik dat beter doen? Ja. En dan kunnen we jou dus vertellen van, hey, hier kan je beter naar een betere provider gaan. Je verzekering is een goed contract, die moet je houden. Maar je telecom betaal je weer veel te veel voor. Dus dat kan je misschien even kunnen wij voor je kijken of het bedrag omlaag komt. Ja. Ja. Dus met name daar zit. Want dit is eigenlijk ook een jaarlijks ding wat mensen kunnen besparen. Dat is niet eenmaal. Die andere kan je nog van zeggen. Kijk, als ik nu één keertje thuis een dagje ga zitten. Precies. Weet je wel, dan heb ik die tientjes er ook wel weer uitgevist. Ja. Maar dit komt elk jaar. Exact. Ja, dus dat zijn echt die vaste lasten. Dat wil je echt op jaarlijks kunnen we je daar inderdaad mee helpen. Om gewoon te zorgen van, hey, zit alles nog goed met je contracten? Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat als we alleen dat zouden doen, dan gebruik je het misschien één keer per jaar. En wij willen, ik denk dat wij nog een wel belangrijke rol kunnen spelen. En daarom zijn we nu ook steeds meer aan het kijken van wat zijn je dagelijkse uitgaafpatronen en hoe kun je daar iets aan doen? Hoe kun je zorgen dat je dagelijks minder geld gaat uitgeven? Ja. Hoe ziet jullie bedrijf nu uit? Wat voor bezetting heb je? We zijn nu met z'n tienen. Dus dat is, we zijn eigenlijk 4 co-founders. Daarmee hebben we echt dus die periode in de container gezeten. Ja. En nu hebben we dus wat meer geld opgehaald. Zijn we naar een nieuw kantoor ook gegaan op de single. Dus dat is wel een hele leuke stap voor ons ook. Ja. En nu zijn we dus met z'n tienen. En dat zijn eigenlijk 6 mensen die echt software engineering doen. En dan voor de rest marketing en legal eigenlijk. Is legal, ja, dit is belangrijk. Legal is dan eigenlijk mijn ene co-founder, die is in zijn eentje de legal department samen met mij en met externe consultants die we daarvoor inhuren. Ja, want je hebt geen rechten gestudeerd. Ik heb geen rechten gestudeerd, nee, hij ook niet. Maar dat is ook wel weer iets van het ondernemen. Uiteindelijk is het ook gewoon uitzoeken en doen. Ja. En het is heel fijn, die licentie hebben we dus aangevraagd en daar heeft Stibbe ons mee geholpen. Die hebben dat helemaal gratis gedaan. En EY heeft ons ook heel veel gratis uur daarmee geholpen. Op die manier hebben we eigenlijk die hele licentie nu aangevraagd. Johan wil ook wel de hypotheekoversluitoptie in jullie app. De hypotheekoversluitoptie? Ja. Oké. Nou, uiteindelijk is dat uiteraard ook een grote vaste last. En hypotheek kun je inderdaad ook overzetten. Hetzelfde met mensen die kortlopende leningen hebben bijvoorbeeld. Die kan je ook gewoon in Nederland overzetten naar een andere provider die bijvoorbeeld een betere rente geeft. Hey, je zei van in het ene geval pakken wij zeg maar een bedrag van het oversluiten als je nieuw contract doet. Hè? Andere, wat betaal ik als ik jullie mijn Spotify wil laten opzeggen? Ja, op dit moment is dat €3,99. En dat is uiteindelijk niet het model waar we heen willen. Want we willen liever dat jij bijvoorbeeld een dergelijk bedrag €3 per maand betaalt en dat wij je gewoon altijd dat voor je regelen als je dat wil. Dus op dit moment is de app nog wel zodanig in development dat we nog niet een maandelijks bedrag voor gaan vragen. Maar uiteindelijk willen we er gewoon een totaalpakket van maken dat je alles kan gebruiken voor bijvoorbeeld €3 per maand. Ja. Ja. Wie of wat zijn jullie concurrenten? In Amerika zijn er best wel een paar partijen die echt soortgelijke dingen doen. Dus dan heb je bijvoorbeeld Trim, dat is een chatbot.
in Amerika, waar je je bank aan koppelt en die gaat je dan puur via sms'jes op de hoogte houden van je vaste lasten. Zelf geloof ik nog niet helemaal in de chatbot in zijn huidige vorm, dus ik weet niet of ik dat echt al zie slagen. Dan heb je nog bijvoorbeeld de Truebill in Amerika, die doen ook vergelijkbaar. Die help je ook met het onderhandelen van je contracten bijvoorbeeld. Maak ook die bankkoppeling. En dan heb je in Nederland heb je bijvoorbeeld nog van ING Jolt. Ik weet niet of je daar eens van gehoord hebt. Nee. Ja, dat is eigenlijk gewoon een poging van ING om de vernieuwde bankapp uit te brengen. Dus die doen ook wel soortgelijke dingen. Maar hoe wij ons proberen te onderscheiden is om echt door echt dingen die mensen heel vervelend vinden, zoals bellen met hun provider, contract beëindigen, dingen die echt tijd kosten die mensen in een checklist zetten en dan uiteindelijk niet doen. Die dingen willen wij echt voor mensen doen. En daar zijn we in Europa nog best wel uniek in. Hoe doe je dat in de praktijk, dat voor mensen doen? Is dat aan jullie kant een geautomatiseerd, schaalbaar ding? Of zit je gewoon ik ben de hele dag aan het bellen. Nee. Ja. Nee, kijk, in het begin test je dat natuurlijk wel door het zelf een beetje te bellen of een brief te sturen. Op dit moment bijvoorbeeld voor opzeggingen wordt automatisch een brief gestuurd en een e-mail naar het e-mailadres van de partij. Nou, als het dan ook goed gaat per e-mail, dan halen we die brief eruit. Gaat helemaal automatisch. En eigenlijk op die manier, per brief bijvoorbeeld, kun je best wel veel interacties al met je abonnementprovider doen. Mm-hmm. Niemand gaat zelf een brief sturen. Dat is heel veel moeite, moet je postzegel hebben. Ja. Maar wij kunnen dat gewoon via een API kunnen we dat regelen. Dus op die manier kunnen we je eigenlijk met heel veel dingen helpen. Als je een probleem hebt met je contract, als je bijvoorbeeld iets koopt op bol.com en je wil de garantie daarvoor, daar wil je aanspraak op maken. Met dat soort dingen, processen kunnen wij je allemaal helpen door het allemaal te automatiseren. Doe je dat nu ook, dit laatste, dat bol.com voor? Dat is nu iets wat nog in de testfase zit. Dus we willen gewoon als we zien dat jij bij Zalando of bol.com iets koopt, dan zie je van, hey, je koopt het, dan heb je 14 dagen bedenktijd. Dan kunnen we je laten weten na 10 dagen van, hey, wil je het nog terugsturen? Dan kunnen we je mee helpen, want alles is je bedenktijd voorbij. En je hebt ook in Europa 2 jaar wettelijke garantie op al dat soort producten. Dus kunnen we je ook na 1,5 jaar zeggen van, hey, heb je dit nog ergens kapot liggen? Want je kan nu nog je geld terugkrijgen, ja, voor 1,5 jaar niet meer. Dus consumenten hebben gewoon heel veel rechten. Maar omdat het heel lastig is om daar gebruik van te maken, doen veel mensen dat niet. En door die bankkoppeling kunnen wij dat gewoon voor ze doen. Ja. Hoeveel gebruikers hebben jullie nu? We zitten nu 20.000. Dus en wat merk je aan de activiteit van die mensen? Downloaden is 1, daarna moet je gaan gebruiken. Ja. Blijven ze ergens steken? Nou, we merken nu dat best wel veel al de bankkoppeling maakte. Vooral nu we zeg maar heel helder dus uitleggen wat we met de data doen, ja, wat ze ervoor terugkrijgen. Dus nu rond de 40% maakt die bankkoppeling. Dat was echt nog een soort tussenoplossing. Dus we verwachten dat dat nog wel veel hoger wordt als PSD2 zo meteen heel goed in werking is gebracht. En vervolgens, kijk, nu kijken mensen dus gewoon van, oké, waar kan ik op besparen? En ze doen dat. Ze zeggen een paar contracten op, een paar andere contracten, die zetten ze over of daar verlaagt het tarief. En nu gaan we dus, de volgende stap voor ons is om het ook mogelijk te maken om op wat meer dagelijkse dingen te kunnen doen met Dime. Dus op dit moment kunnen die gebruikers gewoon niet zo actief zijn. Nee. Hey, als ik bij Spotify heb ik een family account, zeg maar. Ja. Kan ik met mijn vrouw ook samen 1 account hebben? Want bij ons loopt het eigenlijk nogal chaotisch door elkaar heen. Ja, dus dat je kan sowieso, als jullie een gezamenlijke rekening hebben, kan je die gewoon koppelen. Ja. Dus we hebben er wel over nagedacht. Hebben we nog niet echt in productie gezet. Maar dat je bijvoorbeeld vaste lasten kan delen. Want vaak heb je bijvoorbeeld, als je met huisgenoten woont, heb je met z'n 3 een energiecontract. Ja. Dus dat is wel mooi als je die allemaal in je overzicht hebt en ook kan zien van, ah, deze deel ik met die persoon. Ja. Dus daar zitten we nog wel mee te kijken hoe je ook het iets meer shareable kan maken. Nou, dat is misschien een klein deel van je doelgroep. Of niet? Daarom. Of jullie daar je energie in gaan stoppen. Precies, en dat is het. En het is ook, ja, het blijft een financiële app, weet je, financiële data. Dus het is niet iets wat heel deelbaar is. Nee. Het is toch iets heel privé tussen jou en je, jezelf, ja, in rekening. Dus helaas, ja, we zitten ook te denken van hoe kan je toch een soort viral iets inbouwen. Maar nee, uiteindelijk blijft het iets wat heel privé is natuurlijk. Ja. Ja. Je zei, we zijn een tijdje bezig geweest met z'n allen om te gaan bedenken wat gaan we hierna doen. Ja. Ben je hier opgekomen? Wat heb jij in je vorige bedrijf geleerd wat je nu, waar je nu wat aan hebt met Dime?
Ja, we hebben best wel een interessante transitie eigenlijk doorgemaakt bij ons vorig bedrijf. Dat was echt klassiek, zeg maar, op vanuit mijn dormkamer van het Amsterdam University College. Heb je ook echt van die dorms. Heb ik met mijn andere co-founders hadden we gewoon op een gegeven moment een website gemaakt. En die hebben we toen ook daar op de campus soort van gelanceerd. Zaten we echt op een avond en dan was het echt van, nou, nu staat die live. Ja. En toen kregen we best wat tractie. Er kwamen best wel wat mensen. We verhuurden ook echt fietsen. Het was van wow, het werkt ook echt. Toen zijn we daar gewoon een beetje kabbelend mee doorgegaan. Maar eigenlijk zonder dat we echt heel erg wisten wat we deden. We waren altijd maar gewoon nieuwe dingen aan het bouwen die we cool vonden voor het platform. Maar totaal niet met de soort lean startup methodologie in ons achterhoofd. Daar hadden we nog nooit van gehoord überhaupt. En toen hebben we een accelerator meegedaan van Google. Google Launchpad heet dat. Ja. En daar kwam je dan met echt mensen aanraken die heel goed weten hoe je een succesvolle start-up uitbouwt. En daar hebben ze ons echt geleerd van, kijk, als je een nieuw feature wil bouwen, moet je die testen met een kleine groep. Kijken, is dit nodig voor mijn business, voor mijn users? En dan, als dat zo is, dan zet je hem in productie en dan bouw je op die manier voort. En toen hadden we echt iets van, wow, oké, dat hadden we totaal niet door. Wij dachten gewoon, we hadden gewoon een discussie. Wat vind jij vet? Oké, dan bouwen we dat. Ja. En dan, weet je, totaal ongelijk projectiel. En dat hebben we bij dit bedrijf wel vanaf het begin goed gedaan. Voordat we überhaupt een product hadden, hebben we gewoon al Facebook-campagnes gerund. Met zeg maar het product alsof het er is. Van, hey, wil je dit? En dan kijken of mensen erop klikken, hun e-mailadres invullen. Om echt van tevoren te bepalen, willen mensen überhaupt wat we aan het bouwen zijn? Dus ik denk dat dat wel de grootste les was. Dat je altijd wel moet kijken, ben ik nu gewoon maar iets aan het bouwen omdat ik het leuk vind? Of is hier echt vraag naar en moet het echt komen? Ja. En jullie hebben, in die zin is het is echt super, super interessant, de app. Want hij is gratis voor de gebruiker en alleen daarna gaan mensen betalen. Ja. Tegelijkertijd moet je wel een grote groep gebruikers hebben om met die hele ploeg van jou van te kunnen bestaan. Ja, dus we moeten uiteindelijk wel echt een groot aantal gebruikers hebben, absoluut. Ja. Ja. Hoeveel zijn dat er? We willen in dit jaar, dus in de eerste 14 maanden eigenlijk, rond de 200.000 gebruikers zitten. En dan, wat op zich zijn, zeg maar, best wel veel mensen willen dat wij een contract voor ze veranderen of de kosten verlagen. Dus dat zijn dingen waar we nu al geld aan verdienen. Dus qua businessmodel zitten we nu eigenlijk al redelijk goed. We verdienen eigenlijk net zoveel aan een user als wat we er aan uitgeven om de user binnen te krijgen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft heeft het wel genoeg potentie, denk ik, om sustainable te zijn. Waar wil je over 2 jaar staan? Over 2 jaar wil ik mijn Series A hebben opgehaald. En 2 nieuwe markten betreden in Europa. Ja. Welke vind jij het meest waarschijnlijk om te betreden? Dat vind ik nu nog lastig om te zeggen. Eigenlijk bijna alle fintechs die nu in Europa actief zijn, die gaan het Verenigd Koninkrijk in. Omdat daar echt, dat is echt de fintech hub. En alle consumenten daar, die vinden het ook heel leuk, fintech product. Dus het is makkelijk om gebruikers te krijgen. Maar ik weet niet of tegen de tijd dat wij zover zijn, of het dan niet een beetje verzadigde markt is. Dus ik kan je er nu denk ik nog niet echt een uitsluitend antwoord op geven. Okay. Duitsland is weer lastig omdat het best wel een cash economy is. Ja. Die banken zijn er nog niet helemaal klaar voor. Dus ik denk dat we daar echt achter moeten komen in de komende... Oké, nou super. Interessant. Ik ga hem ook zeker installeren. Want ik weet zeker dat ik geld alleen al kan verdienen aan dat andere stukje van slapende accounts, zeg maar. Nee, laat me weten of het iets oplevert. Ja, dan, absoluut. Dat hoor ik natuurlijk graag. Ja. Super bedankt. Veel succes daarmee. Ik zie dat Ajax met het 1-0 voor staat. Dus, kijk, dat is ook mooi. Mijn vriend Stekel zal juichend op de tribune in de arena zitten. We bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het bier, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct schuift er nog een gast aan. Kijk je on demand, dan weet je dat je onze inmiddels alweer 9 jaar aan uitzendingen via YouTube of fastmovingtargets.nl kunt terugzien.